I feel me zo eenzaam en lonely. How heeft het zo far kunnen komen? I feel me zo machtig en rich. Alles wat I wilde kopen, dat kocht ik. Zelfs een amazing tower in New York City. And you know, die tower heeft mijn naam gekregen. That's really amazing, isn't it? Ik wilde mijn imperium nog verder vergroten, maar toen waren een stel little snotnozen mij te slim af. Terrible. Zeg dat wel, ja. Ik ben ontzettend in de steek gelaten. Door mijn onderdanen. Die minkukkels hebben ervoor gezorgd dat ik mijn leven lang niet meer kan genieten van alle mooie dingen die het leven te bieden heeft. Ik zie mezelf nog zitten. Kinderijsje hier, kindercocktailtje daar en al die mooie dames. Och, dat waren nog eens tijden. Als ik ooit eens vrijkom, dan pak ik de mensen die ervoor verantwoordelijk zijn dat ik hier zit. Anders ik wel. Ik had in Rusland een supersonische komeetmagneet ontwikkeld en dacht dat ik nooit meer iets zou horen van spelende kinderen. Want ik heb zo'n hekel aan spelende kinderen. Uf! Maar ja, toen werd ik gepakt door die politie. En nu zit ik achter slot en grendel tussen jullie. Deze information uitwisselen schept toch een band, boys. Wat zijn we toch zielig en sad zo bij elkaar. Everybody is against us. Inderdaad, Doemp. Ik denk dat wij grote vrienden kunnen worden hier in die bias. Volgens mij zijn jullie prima gasten. En ga ik het vast en zeker goed hebben met jullie hier. Maar ik zal nooit accepteren dat ik de rest van mijn leven hier zit. Jullie toch zeker ook niet? Never! Maar ja, wat kunnen we doen aan deze situation? Wie is die gozer daar eigenlijk? Hij heeft nog geen woord gezegd sinds we met z'n vieren zitten. Yo, dude! Who are you? Mijn naam is professor Blauwtand, meneer Dump. En ik hoorde jullie net zeggen dat jullie graag willen ontsnappen. Ik natuurlijk ook. Maar ik heb ook een beetje slecht nieuws. Ik heb namelijk alle ontsnappingsmogelijkheden onderzocht. Maar we zitten in de best beveiligde gevangenis ter wereld. Jij lijkt mij helemaal geen slechte persoon. Zoals wij bijvoorbeeld. Wat doe jij hier? Dat is een heel lang verhaal. Maar het komt erop neer dat ik vroeger van mijn vader alleen maar moest leren, leren en nog eens leren. Ik wilde zo graag op vakantie, maar het mocht gewoon niet. Tot ik me bedacht, als ik niet op vakantie mag, dan mag niemand op vakantie. En toen ontwikkelde ik de vakantiebom. Ha! Het enige minpuntje is dat de bom niet afging en dat ik ben gearresteerd. En nu zit ik in de gevangenis tussen jullie. En wat ben je nu allemaal aan het doen? Nou, de vakantiebom is mislukt. En ik heb onderzocht en geanalyseerd hoe dat kwam. Nu heb ik de antwoorden en ben ik al heel erg ver met mijn gifbom 2.0. Alleen het mooie is, deze is nog veel krachtiger! Er zijn alleen wel een paar nadeeltjes. Ik heb meer geld nodig voor de laatste stofjes. Ik heb wat meer kennis nodig over het laten wegsluizen van de bom uit de gevangenis. En ik ben op zoek naar iemand die de bom op de camping kan laten plaatsen.
Ik vind het een fantastisch idee. Ik kan zorgen voor een poet met geld. Ik vind dit idee ook superieur. Ik laat wat maffia-onderdanen aanrukken om de bom uit de gevangenis te laten wegsluizen. Als die af is. I find this idea ook awesome. And I zorg ervoor dat de bom wordt geplaatst door fantastic people. En die ken ik enough. Fantastic people. Wat geweldig om te horen! Mannen, ik ga de bom zo snel mogelijk in orde maken. En dan kunnen wij met z'n viertjes eindelijk weer een beetje genieten. Goed werk, professor. Oog om oog. Tand om tand. Het is tijd voor de fantastische vier. This is CNN Breaking News. Dames en heren, goedenavond. Er is breaking news binnengekomen en daarom een extra uitzending van het Camping News. Mijn naam is Kees Kwek. Zojuist is er een zeer heftig bericht binnengekomen. De camping is getroffen door een explosie. Op het eerste oog is er niets meer van over wat ooit zo mooi was. U begrijpt dat de chaos compleet is na deze verwoesting en het is nog onduidelijk wie er achter deze laffe daad zit. U wordt verzocht niet op eigen houtje het rampgebied te betreden en waardevolle spullen worden zo snel mogelijk uitgezocht en aan de rechtmatige eigenaar toegewezen. Tot zover dit korte bericht. Het volgende journaal ziet u over een uur op deze zender. Ik wens u nog een hele prettige avond. Ik heb echt zin om iets avontuurlijks te doen vandaag. Zoals wat dan? Ik weet nog niet precies, maar deze camping is gewoon niet zo leuk. Je brengt me op een idee. Wat dan? Hier vlakbij is camping de Duinhoeve. Ja. Heb je daar nooit wat over gehoord? Nee. 5 jaar geleden is een soort grote bom ontploft en die heeft heel de camping verwoest. Oké, en wat wil je gaan doen dan? Je had toch zin om iets avontuurlijks? Kom op dan, daar gaan we heen. Kijken wat we aantreffen. Was daar het zwembad? Ja, inderdaad. En daar de kidsclub. Echt gek om te bedenken dat het ooit een camping was. Ja, inderdaad. Wat is dat nou?
heb geen idee. Een autopraat lijkt het wel. Er zit een draaiknop op. Zal ik gaan draaien? Ja, probeer maar. Volgens mij zijn we nu in de toekomst. Ja, echt super vet, hè? Ik denk dat dat een tijdmachine is. Denk jij wat ik denk? Ik weet niet wat jij denkt. Als we de tijdmachine 5 jaar terugdraaien, kunnen we kijken wat er 5 jaar geleden precies gebeurd is op de camping. Ja, en sterk nog, misschien kunnen we het wel voorkomen. Is dat avond natuurlijk genoeg voor je? Zeker wel. Zullen we het doen? Oké. Daar gaat-ie. Goedemiddag allemaal, wat leuk dat jullie er zijn. Welkom op camping De Duinhoeve. We gaan straks eerst naar de slaapplekken toe. En daarna beginnen we met de eerste sportactiviteit. Dus zorg ervoor dat je sportkleding aan hebt. Hebben jullie er zin in? Ja! Ik hoor jullie volgens mij niet. Hebben jullie er zin in? Ja! Goed zo, kom maar mee! Volgens mij is het gelukt. We zijn 5 jaar terug in de tijd. Dit wordt vet. Reken maar. Zo, een beetje van dit. Ja. En een beetje van dat. Ja. Oeps. Oh, oh, oh. Hey, stomperd! Jij moet oppassen! Wat is geboord? Niks! Niks! Geen paniek, mannen! Zulke dingen gebeuren wel eens. Listen, professor. Heb jij everything under control? Zeker, meneer Dump. Het blijft toch mensen werken? Ja, het maken van zo'n gifbom. Oké, beste heren. We maken een plan de campagne. Morgen moet het gaan gebeuren. Eindelijk komt daar het moment waar we al jaren en jaren naar uitkijken. Ik heb nagedacht, mannen. Luistert en huivert. We zetten 4 onderdanen in. Om te maskeren dat wij gepakt worden. We laten het werk dus door anderen doen. Diegenen sturen we naar de plaats waar we de bom gaan neerleggen. En mocht het gebeuren dat ons geniale plan mislukt en dat zij gepakt worden, dan zal niemand ons verdenken. Want wij zitten veilig achter slot en grendel. Deze operatie zal de laatste zijn. Bereid je voor op de finale executie. Ze gaan ons nooit geloven. Denk je? Ja, wat zou jij denken als er opeens 2 mensen zeggen dat ze uit de toekomst toekomen? Daar heb ik nog niet over nagedacht. Nee, dat snap ik. Maar we kunnen het toch wel proberen? Oké, dan doen we dat maar. Ja, één bij ons in het team en één bij de ander. Nee, dank je. Jullie mogen best meespelen, hoor. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ja, maar dat gaat niet. Ben je geblesseerd? Wat is dat? Dat je ergens pijn hebt? Nee, dat is het niet. Wat is het dan wel? Het is nogal lastig uit te leggen. Ja, het is nogal een vreemd verhaal. Het geeft niets. Wij hebben de tijd. Wij zijn hier nog 5 dagen.
Nou, dat is nog maar de vraag. Hoe bedoel je? Waarschijnlijk zijn jullie hier niet meer over 5 dagen. Jawel hoor, onze school heeft deze camping voor 5 dagen afgehuurd. Nou, er gaat iets gebeuren dat jullie er over 5 dagen niet meer vrolijk rond kunnen lopen. Dat klinkt bijzonder. Ja, inderdaad. Wat gaat er dan gebeuren? Binnenkort wordt hier een bom neergelegd die de hele camping vernietigt. En hoe weet jij dat zo zeker? Omdat wij uit de toekomst komen. Uit de toekomst zijn jullie aliens of zo. Kijk, we hebben deze tijdmachine gebruikt om jullie te komen redden. Ik vind het een mooi verhaal, maar ik bedoel er helemaal niks van. Ik ook niet. Hoe kunnen we nou bewijzen dat het echt waar is? Kijk, dit is de tijdmachine. En als ik aan de knop draai, dan gaan we tijd reizen. En een bitcoin is tegenwoordig al 9 miljoen dollar waard. Wauw, echt? En in deze tijd kun je ook betalen met Instagram en Snapchat. Dat klinkt cool. Maar we zijn hier niet zomaar. We zijn hier om jullie te komen redden. Er wordt binnenkort een gifbom geplaatst door de 4 grootste criminelen ter wereld. En daarom zijn wij naar deze tijd afgereisd om te voorkomen dat de bom afgaat. Kunnen we op jullie rekenen? Ja! We spreken vanmiddag om 1 uur af. Tot dan! Niet van. Ik ook. Ik kan niet meer. Ik ga van het einde van de maand geen stuiver over. Oh. Ik zeg altijd maar zo. Oh, is het in deze dure tijden dat we zippapier aan beide zijden? Bij de mannen was het ook weer raak hoor. Ik zeg altijd maar zo. Ook al heb ik zo'n haat. Plat in een pot, maar niet ernaast. De wc-rolletjes zijn op. Ik zeg altijd maar zo. Denk niet aan het laatste vrouw, daarmee komt hij altijd wel. Gepsy, Betsy, dit bruine ding ziet er ook niet fijn uit. Ik zeg altijd maar zo. Hou het toilet vrij van kak, zo zit de andere ook op zijn gemak. Oké, ladies, op naar het volgende toiletgebouw. Tididoki. We bellen onze bazen. Vragen naar het plan. Wie heeft de gifbom bij zich? Die heb ik. Ja? Goedemiddag, baas. Wij zijn op de plaats van de bestemming. Goed zo. Ik heb met mijn compagnons overlegd en ik wil dat jullie goed naar me luisteren. Dus zet die telefoon op de luidspreker en let op, stelletje minkukels. Bootvogel zag ik, baas. Oké. Vandaag staat een heel belangrijke en bijzondere operatie op het programma. Ik mag hopen dat jullie goed zijn voorbereid. Hebben jullie er bijvoorbeeld aan gedacht om jezelfs enigszins te vermommen? Vermommen? Wat bedoelt hij? Dat we ons verkleden? Daar hebben we niet aan gedacht, baas. Dit meen je toch niet? Jullie zijn geselecteerd omdat jullie de allerbeste zouden zijn, ja? Maar nee hoor, jullie zijn complete mislukkelingen! Hoe kun je er nou niet aan denken om jezelf te vermommen? Ben ik nou degene die zo slim is? Of zijn jullie nou zo ongelooflijk dom? Stelletje! Het maakt me niet uit wat jullie bedenken, maar jullie zorgen ervoor dat jullie heel snel aan andere kleding komen die jullie vervolgens aan jullie enorme dikke konden aan kunnen trekken. Is dat duidelijk? Ik denk het wel, baas.
Mooi. En als dat gelukt is, leggen jullie de gifbom op het sportveld. Een beetje verdekt, zodat niemand de bom toevallig kan tegenkomen. Wat voor een zorgje, baas. En nu aan het werk. Domoren, stel ons niet teleur. We weten wat ons te doen staat. Maar hoe komen we aan andere kleding? Ik geloof dat ik een briljant idee heb. Wat moeten we nu doen? Wat kunnen we doen? Ze hebben ons opgesloten in de wc-hokjes. Gaan ze nu ook ons werk overnemen? Dat zou toch fantastisch zijn? Zo fantastisch zagen ze er niet uit. Wat zullen ze voor plan zijn? Ze zijn eruit als boeven. Voorlopig zitten we nog wel even opgesloten. Dit wordt een hele lange dag, vrees ik. Ik zeg altijd maar zo, ook al is het een lange dag, poetsen doe je met een glimlach. Hallo allemaal, wat fijn dat jullie er zijn. Als we de boef gevonden hebben, moeten we ze stoppen. Die bom mag niet neergelegd worden. Dus er moeten hier op de camping mensen zijn die zich vreemd gedragen. Dat zijn waarschijnlijk de mensen die de bom bij zich hebben. Dus we moeten allemaal op zoek naar die gasten. En als we ze gevonden hebben, moeten we ze stoppen. Die bom mag niet neergelegd worden. Ik vind het allemaal wel een beetje spannend hoor. Als ik eerlijk ben, vind ik het ook wel een beetje spannend hoor. Dat snap ik, maar we moeten beloven dat we elkaar beschermen. Dat lijkt me een goed idee. Ik denk dat het goed is om meteen al op onderzoek uit te gaan. Vind ik ook. Wat doen we eigenlijk als we de boeven te pakken hebben? Dan moeten we ze dwingen en die bom onschadelijk te maken. Ja, inderdaad. Maar laten we ze eerst maar eens gaan zoeken. We moeten alle verdachte omstandigheden onderzoeken. Dus zoek in caravans, bomen, op het sportveld, in het zwembad, kortom, overal. Zijn er nog vragen? Nee! Oké, het gaat ons lukken. Succes, jongens! Oh ja, die vind ik ook altijd zo leuk. Hoi, Truus en Miep. Wat zien ze er daar uit? Miep heeft toch nooit zo'n gek hoedje op? Nee, inderdaad. Is dit zo'n verdachte situatie waar de anderen het over hadden? Ik vrees van wel. En achteraan! Kijk, daar zijn de toiletdames. Volgens mij is Beth zwanger. Nee joh, daar is ze veel te oud voor. Anders heeft ze wel een hele dikke buik. Inderdaad, wie je het zegt. Volgens mij verstopt ze iets onder haar kleding. Hier klopt iets niet. Kom, we gaan erop af. Stop, wij willen even fouilleren. Dat dacht ik even niet, jonge dame. Rennen! Oké, we geven ons over. Geef hier die gifbom! Oké, rustig maar.
Wat is dit? Een neppe gifbom. Een neppe? Jazeker, onze truc is gelukt. De echte gifbom gaat over een minuut af in een toiletgebouw. Dit meen je niet. Ze hebben ons erin geluisterd. Onderzoek al het toiletgebouw, jongens.